Goedenavond allemaal. Het wordt meteen stil als het licht minder wordt. En nog stiller wordt het. Yo. Ja, echt, wacht even. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Frans Kroes en ik ben voorzitter van deze lezing. Leuk dat jullie met zo grote getalen hier naartoe gekomen zijn. Ondanks het barre winterweer. Ja? En als ik zeg barre winterweer, dan dat doet mij altijd meteen aan schaatsen denken. En toen ik hier naartoe fietste, toen dacht ik dus aan dat schaatsen. En aangezien we het over topsport hadden, schoot het door me heen dat in de tijd van de Art en Casey, ik me goed kan herinneren dat Theo Komen ooit gezegd heeft toen, dat zal wel hard geweest zijn, door de 15 minuten grens heen schaatste en 14:59 nog wat schaatste en zei van nou, dat gaat nooit meer verbeterd worden. Ja? Sven die heeft inmiddels 12:41 geschaatst, dus daar zijn al een paar minuten van af. En de vraag van vanavond is natuurlijk, waar leidt dit toe en zijn er grenzen? En er is maar één topsporter die dat kan zeggen, dat is een topdocent en dat is Bert Otte. Ja? Bert Otte zal u antwoord geven op deze vraag. Zijn er grenzen? In ieder geval hoop ik dat hij er antwoord op gaat geven. Want ik ben erg benieuwd hoe snel Sven uiteindelijk zou kunnen gaan schaatsen en wat daarvoor noodzakelijk is. En Bert Otte is een ware topsporter en dan op docentengebied. Hij is een zeer gelauwerd docent bij de faculteit Medische Wetenschappen bij de opleiding Bewegingswetenschappen. Daar heeft hij al vele prijzen in de wacht gesleept. En hij gaat het vanavond waarmaken. Want een topsporter moet elke keer weer een nieuwe topprestatie leveren. En er wordt dus veel van hem verwacht. En hij kan dat makkelijk aan, want hij weet wat daarvoor nodig is. Hij heeft een hele tijd geleden, denk ik. Ik weet niet wat een hele tijd is, maar laten we dat maar in het midden laten. Biofysica gestudeerd in Leiden. En is daarna bij de bewegingswetenschappen gekomen, waar hij nu hoogleraar is in de neurobiomechanica en prosthetiologie, als ik het helemaal goed zeg. Zeg ik dat gewoon goed? Ja, ja, dat is goed enough. Heel goed. En daar doseert hij vooral aan studenten bewegingswetenschappen, maar ook daarbuiten geeft hij veel lezingen. En daarnaast doet hij ontzettend veel onderzoek op het gebied van beweging. En beweging en topsport hebben alles natuurlijk met elkaar te maken. En daarom is er maar één die deze lezing kan verzorgen. En dat is Bert Otte. Bert Otte, de bedankt, Frans. Dank je wel. Nou, het is wel hoog gespannen nu, die verwachtingen. Ik weet niet of ik dat zo waar ga maken. Maar we gaan rustig beginnen. Prestaties in de topsport. Ik begin met een inleiding en kijk goed naar wat hier gebeurt. Bar now at 2 meters and 3 centimeters in the high jump. Still 4 athletes left in. Lasic, the outstanding world number 1. Her first attempt. She's got it. Third. Yes, she is. There were a lot of people who thought maybe she'd jumped too much this season on the league circuit. But she was odds on favourite to win here. Superb timing, good technique. Finished way outside the medals last time. Four competition win. Ja, ik stop hem hier expres omdat die coach naar zijn hoofd wijst. Je ziet zo'n lichaam iets doen wat echt ongelooflijk is. Je moet zich voorstellen, die deur hier is 2 meter. En daar gaat ze nog 10 centimeter boven, vanaf de gewone grond. Daar staat je verstand bij stil, maar zij doet het. En dat moet natuurlijk met dat lichaam. Dat is daarvoor gebouwd, is uitgeselecteerd. Ze weet precies hoe ze die spieren moet aanspannen. Maar dat doet ze ook met haar hoofd. En daar gaat mijn vak over. Daar gaat mijn vak over. Het gaat over neuromechanica. Het gaat over mechanica, sturing en het brein. Dus alle voorbeelden die ik ga geven, die gaan over dat thema. Ik ga 5 sporten, vanuit 5 sporten ga ik voorbeelden behandelen. En je zult zien dat het eigenlijk op hetzelfde neerkomt steeds. Ik maak een wandeling en ik kan natuurlijk niet uitputtend zijn, maar ik neem gewoon de aardigste dingen voor u. We beginnen met schaatsen. Het was al aangekondigd, Irene Wüst, afzet in de bocht. Je ziet hier, we zijn hier haar zuurstofopname aan het meten. Dat kan tegenwoordig heel mooi, compact. Vroeger had je een enorme zak op je rug. Dat schaatsen natuurlijk niet lekker. Ze ziet er een beetje uit als een hazenwindhond en ze is natuurlijk verschrikkelijk snel. Kijk eens naar die kniehoek, die is niet al te klein, maar ze rijdt hier ook vrij rustig. Maar ze heeft een prachtige lage romphoek. Dat zie je niet zo heel veel, 8 graden. De lucht kan er dus makkelijk langs heen.
Maar het betekent wel dat het bekken de neiging heeft om een beetje die kant uit te gaan. Dat is niet gunstig, daar kom ik straks op terug. Maar dit is natuurlijk fantastisch, dit beeld alleen al. Ik heb in 1995 een voorwaarts dynamisch model gemaakt. Dus dat is een computerberekend model, wat niet gebaseerd is op metingen. Ik heb eigenlijk een mannetje in de computer leren schaatsen. Die is hier bochtjes aan het rijden, dat was in 1995. En dat was toen zo nieuw dat het op de Amerikaanse televisie kwam. 3 minuten lang, dat is een hele lange aandachtspanne voor Amerikaanse mensen. Dus ik dacht, ik heb misschien hier iets te pakken. Het probleem is alleen dat ik niet goed wist of hoe dit nou overeenkwam met werkelijk schaatsen. Want dat kun je heel moeilijk meten. Je kunt dat heel moeilijk meten. Tegenwoordig gaat het beter. Je hebt kastjes, zulke kleine kastjes. Die meten versnellingen in alle richtingen. Hoeksnelheden rond die assen. En die hebben een kompas. En als je dan heel veel van die kastjes gebruikt op je lichaam, dan kun je hoeken meten, heel precies. Kijk, dat is mooi. Hier zie je dat. Je draait dat kastje en dat wordt direct overgenomen door de laptop. En zo heb je bijvoorbeeld 19 van dit soort kastjes. En met software kun je dan uitrekenen hoe die schaatsbeweging werkt. Je hebt daar dus een kompas bij, het aardmagnetisch veld, dat is overal aanwezig. En dat heeft een zekere richting. Dus je meet de richting van die kastjes ten opzichte van het aardmagnetisch veld. Dat gaat meestal goed, behalve als er een zware zamboni staat, zo'n machine die het ijs veegt, want die is van metaal en die parkeren ze altijd op dezelfde manier en dan wordt die magnetisch. En als je er langs gaat, gaat het fout. Dus dat zijn kleine problemen die je moet oplossen. We hebben ook een LPM-systeem gebruikt, dat is zeg maar GPS, maar dan lokaal. Dus er staan masten rond Tiaf. En als je dan zo'n dingetje omdoet, hier is het in gebruik bij voetballen, dan kun je precies meten waar je bent. Hier zie je software die ik gemaakt heb van Tiaf en hier zie je een schaatser versnellen. Die pijl, dat is de versnelling. En de links-rechts versnelling, dat is die gelige pijl. En je ziet inderdaad dat die ijswrijving heeft en versnelt. Ijswrijving heeft en versnelt. En dit is de versnelling de bocht in, om er niet uit te gaan, zie je. Dus je kunt precies meten waar iemand is, hoe hard hij gaat en wat de versnelling is. Hier zie je allemaal klokjes draaien. Nou, als je dat dan mengt met zo'n pak. Hier is Irene Wüst, die heeft een pak aan met allemaal tunnels erin. Dus dat is een beetje afwijkend schaatspak. En in die tunnels zitten die kastjes. Ze rijdt hier terwijl ze... Kijk, dat is die zamboni. Ze rijdt hier terwijl die data naar een laptop stroomt. En die wordt verzameld. En zo konden we dus uitrekenen wat ze precies aan het doen is. Nou, hier zie je de software die ik daarvoor gemaakt heb. Ze doet hier een bril even recht. En hier zie je alle segmenten die uitgerekend zijn met behulp van die kastjes. Hier zie je de kniehoeken en de kniehoeksnelheden. We hebben dus een heel gedetailleerd beeld van wat ze doet. Kijk eens hoe mooi dat massamiddelpunt op en neer danst. Dat is haar stijl. Dat doet ze dankzij die armbeweging die perfect getimed is. Maar dit is het normale camerabeeld. Maar als je het in de computer hebt, dan kan je natuurlijk ook gewoon boven er gaan rijden. Toch? Ze doet haar bril weer recht. En ze gaat gas geven. En dan gebeurt er iets heel raars. Dat kan ik wel even laten zien. Als er dan een bocht ingaat, dan moet u eens op die romp letten. Dus deze lijn, als ze een bocht ingaat. Kijk, ze draait alleen maar de bocht in als ze rechts afzet. Ik ga het zo nog een keer laten zien bij de volgende bocht. Dat kan je normaal niet zien met een normaal camerabeeld. Maar als je van boven kijkt en meerijdt, dan zie je dat heel goed. Dus we wachten even op de volgende bocht. Let goed op deze lijn. Daar gaat ze, let op. Ze draait niet. Ze draait alleen maar als ze rechts afzet, niet als ze links afzet. En dat is gek. Hoe komt het? Ze moet dus heel erg haar best doen om de bocht in te draaien met rechts afzettend, terwijl ze met links eigenlijk niet van richting verandert. Dat is normaal niet te zien, maar wel met deze techniek. Hoe komt het? Het komt omdat ze links onderdoor kruist. En als dat bekken niet zo erg goed ingekanteld is, dan is er weinig ruimte om die voet goed mee te laten lopen. Kijk, de ijsreactiekracht. Ik ben even aan het
De ijsreactiekracht, die steekt hier achter het massa middelpunt. Dus ze dreigt de bocht uit te draaien in plaats van de bocht in. He, als ik zo duw, dan gaat dat die kant op. Hier gaat het goed, dat is op rechts, zie je? Dan gaat het bijna door het massa middelpunt. Dus dit moet, hier moet ze wat aan doen. Dat doet ze met rechts, maar ze doet dat ook met een armswing. Dat heb ik haar voorgedaan, haar blote voet neergezet en gezegd slinger met je arm. En dan zie je een frikbeweging. En die frikbeweging die haalt moment uit het ijs. En daarom maakt ze het goed. Kijk, ze klaagde nog, je had wel moeten zeggen dat ik mijn tenen moest lakken, want dat is niet netjes voor tv. Maar wat er dus gebeurt is, omdat ze eigenlijk verkeerd afzet, ze kan het met de arm goed maken, door de goede swing te maken en met haar voet de bocht indraaien. Maar eigenlijk zou ze het anders moeten aanpakken. En dat is ze gaan doen. Ze is anders gaan rijden. Hier zien we haar. En dat is leuk als je dus kan bijdragen aan de techniek van een topper. Het is maar een klein detail. En eigenlijk zijn lange baanschaatsers natuurlijk surpieten, dat weet u. Die doen steeds hetzelfde. Ze zijn eindeloos over die techniek aan het praten. Maar goed, als je dit moet doen, dit is pas moeilijk. Toch? Al die eindeloze vormen van pirouettes en landingen. Dit is motorisch veel moeilijker. Zo heeft iedere sport zich wel wat. We gaan over naar fietsen. Dit was even schaatsen. Dat gaat over tijdrijden. Stef Clement en Bauke Mollema waren de aandachtspersonen. En het is begonnen met Teun Mulder. Wat ik gedaan had, was Teun, die een hele goede fietser op de kilometer, die heb ik gesimuleerd in de computer. Je ziet hier zijn snelheid in kilometer per uur. En hier de tijd. Die kilometer raffelt hij af in minder dan 60 seconden. Dat blauwe lijntje is echte snelheid. En die rode is mijn simulatie. Dus dat ging vrij aardig. En het leuke is dat je dus door begint te krijgen hoe iemand vermogen geeft op zo'n fiets. En wat luchtweerstand is. Daar moest het allemaal voor gemaakt worden. Let op, hij gaat hier meer dan 60 km per uur. Luc, meer dan 60 km per uur. Ongelooflijk. Nou, toen ontstond er een mooie link. Er ontstond een link met Topsport Topics. Dat zijn deze mensen. En die legde verbinding tussen de Mathieu Heijboer, een van de coaches van de toen nog Blanco-ploeg, nu Belkin, en mij. En wat ik gedaan heb, is die software voor dat baanrennen aangepast voor de weg. Dat vond ik wel een goed idee. Dus wat ik gedaan heb, is voor Stef Clement een simulatie gemaakt voor de Giro d'Italia. Daar was namelijk een tijdrit, dit is Stef, een geweldige tijdrijder. Dat was een tijdrit die liep langs de kust van Gabiche Mare. Ik was daar ook aanwezig. De camping is hier ergens. En dat is een heuvelachtig gebied. Dat zijn eigenlijk alleen maar heuvelig, maar toch wel pittige klimmetjes. En de vraag is, moeten we nou een tijdritfiets nemen die aerodynamisch heel snel is, maar wat zwaarder? Of moeten we een fiets nemen die wat lichter is en wat minder aerodynamisch? Dus daar hadden ze verschillende fietsen voor en ook wielen voor. En de vraag is dus, welke fiets moet je nou hebben op dit lastige parcours? En de vraag aan mij was, kan je dat uitrekenen? Nou, dan moet je nogal wat meenemen. Kijk, deze factoren. Je moet iets over luchtweerstand weten, rolweerstand, hoe zwaar is die renner. Hoe ziet het parcours eruit? Dus in 3D, de heuvels en de hoogtes. Wat is de windrichting en sterkte? Een onzekerheid. Dat kan op de dag veranderen. Vermogen, wat geleverd wordt, dat weten we heel goed. Die renners die zijn heel goed bekend. Op wielerbanen met duurvermogen weten we precies wat ze kunnen. De kritische inhang in de bocht. Hoe schuin kan een renner voordat hij weg begint te glippen? De duur nodig om af te remmen naar een bocht. Als je een bocht aanziet komen en je moet afremmen, hoe lang doe je daarover? Dat heb ik bepaald. Wat voor versnellingen zijn er op de fiets? En hoeveel tijd is er eventueel om te wisselen? Want er worden ook bij tijdritten tegenwoordig gewisseld. Soms heb je twee fietsen nodig. Hoe lang duurt dat? Dat kan in 9 à 15 seconden. Hoe warm is het? Dat hangt van de hoogte ook af. Wat is de luchtdruk? Al die dingen zitten in de simulatie. Het leuke is, tegenwoordig heb je heel goed vermogensinformatie. Bijvoorbeeld uit de trapas. Dat zie je hier. En je kan dus zien wat een renner levert tijdens een wedstrijd. Daar heb ik vreselijk veel van geleerd, van dat soort metingen. En dat zijn geen malle vermogens. Hier zit iemand gewoon vlak onder de 400 watt.
400 watt, dat is ongelooflijk. Die mannen zijn 67 kilo en die leveren 400 watt, dat is heel erg veel. Hè, daar rij je gewoon vlak onder de 50 mee op een vlakke weg. Nou, die inhanghoek is, die kan heel kritisch zijn, want als iets inhangt, dan ontstaat er een dwarskracht. Je dreigt weg te glijden. U weet dat nu, hè, buiten. Die inhanghoek is maar heel erg klein, die nog getolereerd wordt door de grond. Dus hoeveel kan er opgeleverd worden door de grond om in te hangen? En dat is normaal bij een droge weg ongeveer 30 graden. Ga je er overheen, zoals hij, dan ga je onderuit. Bij een natte weg, en dat hangt sterk van het materiaal af, is dat een graad of 20. En als ik dus de bochten weet uit de GPS, de kromming van de bocht, en ik weet de inhanghoek, kan ik dus de snelheid uitrekenen die de renner kan rijden om niet weg te glippen. En dan moet je je voorstellen dat die renner dat weet. Dat is fantastisch. Die ziet die bocht, hij knijpt precies in tot die kritische snelheid, neemt de bocht en versnelt. Dat is talent, dat je dat kan zien. In mijn model neem ik dat dus mee. Windsnelheid en richting. Kijk, als je stilstaat, dan is de wind van alle kanten is natuurlijk net zo hard. Maar zodra je gaat rijden, dan heb je eigenlijk altijd tegenwind. Hè? Alleen als je meewind hebt, heb je wat minder tegenwind. En deze effecten van wind op het lichaam heb ik ook meegenomen. En dus hoeveel kracht geeft de wind op je lichaam? En dan de zit natuurlijk, want dat maakt enorm uit. Als je zo zit, heb je een voorwaarts oppervlak van 0,7 vierkante meter en dat neemt af tot 0,54 als je lekker diep gaat zitten. Dus die zit is wel heel belangrijk. En dat is goed uitgezocht bij de renners die ik bestudeerd heb. Waarom is dat allemaal zo belangrijk? Nou, je maakt als renner door de lucht maak je wervelingen. Die worden afgescheiden vanaf het achterwerk met name van de renner, links en rechts. En die zorgen ervoor, al die beweging die je hier maakt, die houdt jou tegen. Die remt jou af. Dus je kan eigenlijk het best zo min mogelijk wervelingen maken. Deze wervelingen kan je voelen. Als je wielrenner bent en je gaat schuin achter iemand rijden, dan hoor je voep, 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 voep. Dat zijn deze wervelingen. Stef, een man van 67 kilo, die kan zo mooi op zijn fiets zitten dat hij een effectief voorwaarts oppervlak heeft van een kwart vierkante meter. Als je een stuk karton neemt van 50 bij 50 centimeter, dat is alles. Dat hoeft hij maar door de lucht heen te halen. En dat komt door die schitterende zit van hem. Hij is hier nog aan het wegrijden van het platform, hè, waar ik hem gefotografeerd heb. Hij moet nog in de arm steunen. Dat is prachtig om te zien. En dan kan hij die motor aanzetten. Hij leverde toen 380 watt, later bij de Tour de France of andere races reed hij 385 watt, hij is wat sterker geworden in het seizoen. Maar dat levert hij gewoon bijna een uur lang. Waarom is lucht zo'n vijand? Je kunt je het beste voorstellen als pingpongballetjes. Als je de lucht ziet als pingpongballetjes die in de lucht hangen, zeg maar, dan komen die tegen je aan. Als je nou twee keer zo hard rijdt, dan krijg je dus per seconde twee keer zoveel pingpongballetjes tegen je aan. Dus twee keer meer ballen, maar die raken je ook twee keer zo hard. He, de klap is twee keer zo hard. Dus dat is al vier keer. Maar omdat vermogen, kracht, he, de kracht is vier keer zo hoog, kracht maal snelheid is, en de snelheid is al verdubbeld, is het acht maal. Dat betekent dus dat als je boven een bepaalde snelheid, bijvoorbeeld 30, naar 60 km per uur gaat, moet je acht keer zoveel vermogen leveren. Je motor moet acht keer zo zwaar zijn. En dat weet u. Daarom is dat zo'n vreselijke muur. Ergens bij de 50 wordt het raar. Daarboven is moeilijk voor ons. En deze renners komen daarboven. Nou, dat is hem dan. En de spanning was natuurlijk, ik had uitgerekend wat voor fiets hij moest nemen. Zou die ook hard gaan rijden? Nou, dit is het podium. Dit is het podium. Maar dit was de winnaar. Alex Dowsett won. Maar Stef werd vijfde tegen alle verwachtingen in. Hij had heel goed gereden. Het is natuurlijk ook een magistrale renner. 32 seconden afwijking. Maar wat nog vreemder was, ik zat er minder dan een tiende kilometer per uur naast. En ik zat dat op de camping te lezen op het internet. En ik dacht, ik heb zo geluk gehad. Dat kan niet anders. Hoe kan je nou 1/10 km per uur naast die snelheid zitten? Dat kan niet.
Toen kwamen andere tijdritten. Dit is Amber Gorge, dat is de tijdrit van de Tour. Die zag er zo uit. Dat waren twee bulten. Flink hoor, behoorlijk. En daar was ook de vraag, moeten we hier, dit was voor Bauke Mollema, moeten we hier van fiets wisselen, ja of nee? Het regerende idee van de meeste ploegen was, ja, je moet van fiets wisselen en wel daar. Dus hier neem je je klimtijdfiets, je klimfiets en hier je tijdritfiets. Want dan ga je hier ga je tijd winnen omdat je harder de berg af kan. Dit is mijn simulatie van die etappe. Je ziet hoe hard dat gaat. Helling af gaan ze ruim over de 70. En klimmend rijden die jongens gewoon 20 omhoog. Hè? Dat is fantastisch. Dit zijn mijn simulatiegegevens. Dus ik heb voor verschillende fietsen, de tijdritfiets en de klimfiets, heb ik het berekend en het verschil. Dit zijn windrichtingen, dus alle 8 windrichtingen heb ik gepakt en bij redelijke toenemende windsterkte, die dus normaal in dat gebied voor zouden kunnen komen. En dus ze konden eigenlijk 's morgens zeggen van wat is de verwachte wind, dat opzoeken en zien of dat een bepaalde fiets ook voordeel had. He, dat was eigenlijk het idee. Want zo kwam ik dus om de onzekere factor wind heen. Ik maakte gewoon, eigenlijk heb ik die rit heb ik 100 keren gereden in de computer, voordat Stef en Bauke hem reden. En het leuke was, dat ik, wat ik ook gedaan heb, is gewoon overal zoeken, waar moet je nou van fiets wisselen, wil je zo snel mogelijk gaan. En dat was daar, niet daar, waar de andere ploegen stonden. Dus de cameraploegen, die stonden netjes de fietswissel te filmen. En de reporter zei, ja, Belkin heeft niet van fiets gewisseld, dat is dom. Die hadden al van fiets gewisseld, daar. Die zaten al op de andere fiets, hadden ze niet gezien. Dus dat was wel leuk. Hier stond een eenzame Belkin-ploeg te wisselen met een paar seconden winst. Dat is leuk. En dus werd bekend dat ik het bijna goed had. En ik kreeg het vaker goed. Ik begon te denken, misschien is het wel een goede simulatie. Misschien heb ik geen geluk. Dit is 8 keer gebeurd. Kijk, dit was die 8e etappe, daar is het mee begonnen. Dit is de Tour van Zwitserland, dat had ik ook vlakbij. En dan echte bergetappes. En een vlakke etappe. Hier zie je die van Bauke Mollema, Le Mans Saint-Michel. Die jongens gingen daar 54 per uur. Dat was noordoostenwind en een vlak terrein bijna. Dat is ongelooflijk, je ziet hem hier rijden, mond wagenwijd open. Dat betekent dat hij diep in de zuurstofschuld zit. Maar goed, hij is er hier ook bijna. Dat is het wielrennen. Het is dus heel leuk dat je dat kan simuleren. Want nu, ja, nu kan je eigenlijk elke tijdrit kan je gaan simuleren. Ik waag me trouwens niet aan normale etappes. Want ik krijg heel veel onzekere factoren. Achter wie rijden enzovoort. Maar een tijdrit is redelijk te simuleren. We gaan naar de volgende sport. Dat is gevechtsport. Marloes Koenen, een mixed martial arts dame. Die vreselijk hard slaat. Ze, hele grote Russische mevrouwen. Die sloopt ze. Ik vind het niet om aan te zien, maar ze doet het wel. En dat slaan, dat in verschillende sporten gaat het op verschillende manieren. Dit is Marloes in haar off-positie. Ze is geen vechtmachine, maar ze kijkt vriendelijk. Alleen ze heeft al wel een blik op die zak hier. Ik ben blij dat hier nog steeds love staat, want dat scheelt misschien nog. Maar ze gaat die zak wel te lijf zo. Marloes is verschrikkelijk sterk. Hier zien we als ze start en hier haalt ze uit. Dat zijn enorme snelheden die ze bereikt. En wij wilden graag weten, hoe bereikt Marloes die snelheid? Hoe komt die vuist op snelheid? En hoe kan die energie overzetten van de vuist naar het doelwit? Dus die zak die hebben we geïnstrumenteerd. Oh ja, hier zien we heel mooi vertraagd. Het is wel in beweging hoor. Je ziet het alleen nog niet. Kijk, daar gaat ze. Het lijkt of ze duwt, maar dat is wel degelijk een klap. Kijk, dan komen de haren nog achteraan. Hoe werkt dat nou precies? Nou, wat we gedaan hebben is, hier is die zak. We hebben omhoog gefilmd in een spiegel, omdat er anders konden we het niet goed van boven krijgen. We hebben een pc, we hebben die zak geïnstrumenteerd. Dus we kunnen 66G, 66 keer de zwaartekracht kunnen we meten aan klap. En we kunnen het high speed filmen. Dus we kunnen de beelden ook, zoals je het net zag, kunnen we opnemen. En dat kunnen we uitzoeken
hoe die trein, die elementen, die armelementen, die segmenten, samen die klap maken. En dan blijkt iets heel bijzonders. Dus zo hebben we het gemodelleerd. Je kunt het eigenlijk zien als massa's die als een trein achter elkaar zitten, die in botsing komen. Dus hier zit een veer tussen en een demper en een massa enzovoort. Dus het is eigenlijk een kettingbotsing. En dat hebben we ook wel eens aangetoond, want als je een gasbetonblok door laat slaan door een sporter, dat kunnen sporters, hè, dat vinden ze leuk in hun vrije tijd, zo'n gasbetonblok doorslaan. En je meet de snelheid van die hand en je maakt een afgietsel van die hand en je maakt hem van hetzelfde soort materiaal en je laat hem vallen van grote hoogte met dezelfde snelheid, gaat het blok niet stuk. Dus het is niet alleen de hand. Het is ook de elementen die eraan zitten. Het is een geleide kettingbotsing. Nou, dat hebben we gesimuleerd. En toen bleek dat verschillende sporters het verschillend doen. Dit is Marloes. Die slaat onder een vrij haakse hoek. En dit is een wat rechtere hoek. Een bokser die zal nooit zo gaan slaan, want die zit hier veel te dicht op zijn opponent. Maar mixed martial arts kun je gewoon altijd op de grond. Met z'n tweeën verder. Dus dat wil je niet zo, daar hoef je niet zo ver weg van te blijven. Hier zie je nog een keer het verschil. Zie je het grote verschil in hoek? En zij heeft ook langer contact. Hier zijn de metingen. Dit zijn enorme versnellingen. Dit is 200 G, dus 200 keer de zwaartekracht. En hier zien we die mixed martial arts vechter. En die heeft een langer contact met een minder grote piekkracht. Dus er is minder kans dat je een bot breekt, maar er wordt wel meer energie overgedragen. Dus er is meer kans dat je iemand onderuit slaat. Dus niet knock-out, maar onderuit. Ik hou niet zo van vechten, maar zo is het gewoon. Het is dus korter contact met een hogere piekkracht als je je arm rechter hebt dan als je je arm gebogen hebt. Nou, dat hebben we geleerd en dat hebben we Marloes Koenen verteld, want die sloeg eigenlijk altijd zo. In alle gevechtssituaties, en dat is misschien niet handig, dus is het nu wat gaan verdelen. Soms is wat rechter, dan weer wat gebogener. Dus ook daar hebben we wat kunnen helpen. Eigenlijk is dat boksen en dat slaan lijkt een beetje op dit ongeluk in 1895 in Montparnasse. Daar is een trein is op straat terechtgekomen. En dit heeft natuurlijk massa. Dat is het eerste wat die blokken raakt en die gevel. Maar er komen natuurlijk wagons achteraan. Dus zodra die locomotief tot stilstand komt, dan komt er gewoon nog meer massa en nog meer massa en nog meer. En dan zet het door. En zo is het ook met een arm. En trouwens ook met een voet. Ja, dus je kunt ditzelfde model gebruiken voor heel hard schieten, wat een keeper doet om die bal weg te schieten. Nou, dat is mooi, want dan leer je dus iets van sturing en biomechanica. We gaan naar hardlopen. Usain Bolt. Ja, daar gaat hij. Ongelooflijke man. Moet je eens kijken. Hij heeft onderbenen, die zijn waanzinnig lang. En hij heeft een hele dunne kuitspier en een heel slank enkelgebied. Met permissie. Er zitten trouwens flinke spieren hier. Het lijkt een beetje op een hoefdier. Hoefdieren hebben dat ook. Die hebben dunne benen en de spieren zitten hoog in het achterwerk. De motoren zitten daar. Waarom eigenlijk? Nou, dit moet je alsmaar versnellen en vertragen. En dit veel minder. Dus als je hier lengte hebt zoals hij, en het weegt niet zoveel, dan kan je heel hard. Dus hij heeft onderbenen, die zijn eigenlijk 6 centimeter te lang. Ten opzichte van de rest. Dat is gratis. Daar is hij mee geboren. En nou nog iets gekkers. Hier zien we de wereldrecords vanaf 1900 van de 100 meter. Ze zijn begonnen bij 10,6. Er wordt nu 9,58 gelopen. En dat ging allemaal zo geleidelijk. Hier werd de doping aangepakt. Dan bleef het even hangen. Maar toen ging het toch weer goed. En hier begon Usain Bolt te lopen. Dat is niet normaal, dat zie je bijna nooit in een sport. Moet je kijken, als je dit doortrekt, deze curve, dan kom je over 60 jaar uit. Die man loopt 60 jaar voor. Hij loopt niet alleen 100 meter in 10 seconden, 9,58, maar hij loopt 60 jaar voor. Hoe kan dat? Nou, een van de redenen is dus die segmenten hier. Kijk, dit is wat er gebeurt. Dit is de horizontale snelheid van je linkervoet, je rechtervoet en je lichaam. En die voet, die komt dus op de grond, wordt dan op gang getrokken en bereikt een snelheid
de dubbele snelheid van je eigen snelheid. Dus als die man 45 per uur loopt, of 40, makkelijker rekenen, dan gaat zijn voet 80 kilometer per uur en dat bereikt hij in iets meer dan een tiende seconde. Dus die voet die moet op gang komen in een tiende seconde van 0 naar 80 kilometer per uur. Dat kost verschrikkelijk veel. Dus als je daar niet zoveel massa hebt zitten, zoals Usain Bolt, dan is het een voordeel. Dus dat is punt 1. Punt 2, hij doet net iets minder stappen per seconde, omdat hij van die lange benen heeft. He, dus dit is de stapfrequentie, 4,3 of zo. En de tegenstander doet er 4,5. Hij zet dus minder stappen. Waarom is dat zo belangrijk? Een skeletspier, zo'n spier, heeft tijd nodig om te klimmen in kracht en weer te ontspannen. Als je alsmaar sneller gaat, dan heb je dus momenten dat je niet voldoende kracht levert. Boven een bepaalde staptempo kun je geen vermogen meer leveren, dat is hier. Dus als je ver van dit punt blijft, dan kan je meer vermogen leveren. Daar komt het op neer, hij gebruikt zijn vezels beter. Dit is de referentie, uitstekende paper. Dus hij heeft twee voordelen. Hij heeft weinig massa daar en door zijn lengte van zijn benen hoeft hij minder stappen te zetten. En daarom gaat hij zo hard. Hij heeft maar één nadeel. Hij komt slecht uit de blokken. Want hij is een lange man en het kost gewoon tijd om die segmenten te versnellen. Dus daarom dachten ze, die 100 meter mannen, die moeten niet zo groot zijn. En dat was een denkfout. Voor 50 meter klopt dat wel. 50 meter zou hij nooit een kans maken, Usain Bolt. Maar 100 meter loopt hij iedereen voorbij. En de vraag is, hoeveel Usain Bolts in de wereld zijn er nog? Want dit is een toevalstreffer. Hij is uit de 200 en 400 meter getrokken en is gewoon voor de lol 100 meter gaan lopen. Hoeveel zijn er nog? Het is nog maar net begonnen. Turnen. De vijfde sport. Laten we eens kijken naar die turner. Ik weet niet hoe die heet. Was het ook al? Even denken hoor. Oh ja, Epke. Epke Zonderland. We zien hem dagelijks, hè, hier om de hoek, UMCG. En hier gaat hij. Ik geef het geluid er nog even bij, dat is leuk. Ja, doet het endo spreiden met een hele draai naar ellengreep. Prima, dan de halve draai. Nu komt het. De drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste. En de tweede. En de derde, jawel. Hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve draai naar ellengreep. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk nu wat nu komt. Die salto, de Gaylord 2. Kan die doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hij heeft wel iets vertraagd, maar hij gaat door. En hij doet zijn hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat. Het is ongelooflijk, zegt hij. Ik heb hem iets te krap gesneden. Maar het is inderdaad ongelooflijk. Ik bedoel, ik heb dat zelden, maar misschien kent u dat wel. Ik zat naar mijn kleurentelevisie te kijken en de kleur verdween van de zenuwen. Ik begon helemaal te verkokeren. Ik werd Epke. Dat was echt ongelooflijk. En dit is zo'n magisch filmpje, omdat ja, hij deed iets wat nog niet gedaan was. Laten we eens, wat je kan doen is die oefening langzamer afdraaien. En wat je doet is, door de techniek, en dat is echt fantastisch wat voor beelden je nu krijgt, lijkt het of je alles ziet. Je ziet elke subtiele beweging, maar het probleem is dat je nog steeds niet ziet hoe die het doet. Je ziet nog steeds niet hoe die het doet. Ja, daar lijkt het op. Dus we gaan het analyseren en ik ga dat filmpje aan het eind nog een keer laten zien en dan, ik beloof u, u gaat meer zien. Eerst maar eens even de mechanica. Dat lichaam, dat is natuurlijk heel erg complex. Een enorm ingewikkelde zak met botten en gewrichten en spieren. En dat kan allemaal bewegen. Maar we vereenvoudigen het. En Newton die zegt, als je nou van alle stukken van het lichaam weet wat het weegt, hoeveel weerstand het heeft tegen hoekversnellingen, dat heet massatragisch moment, hoe moeilijk het is om het op gang te brengen voor rotaties. Je weet de snelheid, je weet de hoeksnelheid, je weet de versnelling en de hoekversnelling. Als je dat allemaal weet, zegt Newton, dan kan je de krachten uitrekenen in deze punten. Je kan de gewrichtsmomenten uitrekenen, dat wil zeggen hoe hard hebben de spieren moeten werken om het te doen. En je kan uitrekenen wat voor energie er is, mechanische energie. Ik kom daar zo op terug wat dat is.
We hebben ook een model nodig van de rekstok. Gelukkig zijn die hartstikke standaard, want die zijn voorgeschreven. Hoeveel mag dat inveren? En de lengte is voorgeschreven. Dat was trouwens een groot voordeel voor mij, want eigenlijk stond er constant maatlatten in beeld. Dat is fijn als je van een video iets moet analyseren, want we mochten die jongens niks ophangen natuurlijk, want het waren officiële wedstrijden en ik wilde die oefening analyseren. Dus ik moest een omweg doen. Nou, eerst maar eens even een model maken. Dit is een simpel model. Ik zal het nog een keer laten zien, waarin hij iets heel raars doet. Hij maakt een beweging en komt tot stilstand. Ik heb dat Epke laten zien voordat hij naar de Spelen ging en gevraagd, kan jij dit? En toen zei hij, dat denk ik niet. En dan heb je natuurlijk als wijsneus, zoals ik, een probleem. Een groot kampioen die zegt, ik denk niet dat ik dit kan. Ja, in de computer is niet zo moeilijk, want ik kan die spierkrachten tot op de miljoenste seconde afstellen. Dus dat wil wel. Maar kan een sporter dat ook? Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben een pak aangedaan met allemaal bolletjes erop. En zijn broer Herre was er ook, die is zo'n stukje langer. En die zei niks, die zegt niet zoveel. Die maakte zijn handen in magnesium en probeerde het en kon het bijna. En toen zei Epke, dan ik ook. Dat is een kampioen, hè? En hier zie je Epke dus dit proberen. De eerste keer had hij snelheid over. De tweede keer kwam hij tekort. De derde keer stond hij stil. Dus die cameraploeg die brak de tent af. Dat was fantastisch. En hoe krijgt hij dat voor elkaar? Het blijkt dus dat hij in staat is om heel snel te leren, maar hij kan dus ook zijn spieren tot op de duizendste seconde aan- en uitzetten. En dat is raar. Als je veel van spierfysiologie weet, is dat heel raar, maar het kan wel. Nou, dat waren we wijzer geworden. Ik ga eens over energie praten en ik geef u een korte inleiding. Als je een fiets optilt van 15 kilo tot 1,70 meter in 1 seconde, ja, dus dat is zoiets, hop, dan lever je een vermogen van 250 watt. Hè, denk nog even aan die fietsers. Je hebt een energie nodig van 250 joule. Dus om een indruk te geven wat energie en vermogen zijn. Nou, als je rondgaat op een rekstok, dan heb je verschillende vormen energie. Ik bespreek ze even. Je hebt potentiële energie, dat wil zeggen de energie die je hebt door je hoogte. Dus als je hoog zit, dan heb je veel energie, want dan kan je daar snelheid van maken. Je hebt translatiekinetische energie, dat is de rechtlijnige beweging. Die segmenten hebben allemaal een klein beetje rechtlijnige beweging. Je hebt rotatiekinetische energie, dat zijn de hoeksnelheden, hebben daarmee te maken. En je hebt de veerenergie, dat is hoe ver veert die in. He, want vergeet niet die rekstok, dat is net een katapult, daar kan je energie instoppen en weer uithalen. En dat is een boog, dus die is van belang. Sterker nog, als je Epke het zou laten proberen met een starre stok, dan kan die het niet. Hij heeft het nodig dat hij veert. Dus dat had ik wel nodig in mijn analyse. Nou, dit is de analyse van de oefening in Londen. Dit was dus, dit is gedaan op basis van geëikte videobeelden en een model. Hier zie je zijn drie vluchtelementen, dus hier is hij in de lucht. En dit is de potentiële energie. Hier zit hij dus heel hoog, want hij zit zelfs boven de stok. Hier zit hij onderin en hij gaat dus rond, hè? Dus hij is de hele tijd dit aan het doen. Nou, wat is er nog meer voor energie? Dat is de translatiekinetische energie. En je ziet dat die behoorlijk hard gaat hier. Onderin gaat hij heel hard en bovenin gaat hij langzaam. Dat zegt deze grafiek. En je zou een beetje denken dat als je een rechte stok hebt en die geef je een zet, dan horen die twee precies elkaars gespiegelde te zijn. He, dus wat je verliest aan potentiële wordt snelheid en bovenin wordt het weer rustiger. Maar je ziet dat het verschilt, hè? Kijk. Het is niet het gespiegelde, hij is kleiner, maar er zitten ook hobbels in. Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt voor een deel door de rotaties, hè, door de hoeksnelheden van zijn segmenten, maar dat is heel grillig, want hij doet de hele tijd wat anders. Maar het zit hem ook in de veerenergie. Kijk, deze bultjes, die komen samen met deze dalletjes, zie je? Dus, met andere woorden, als die onderin zit, verliest die snelheid, dat stopt hij in de stok, en daarna versnelt hij weer. Mooi, hè? Het is een soort accu. Maar er is wel een probleem, want de totale energie gedurende die drie vluchtfases, die gaat omlaag, zie je dat?
Daar kom ik later op terug. De totale energie gaat omlaag. Hoeveel energie gaat er nou eigenlijk in die rekstok zitten? Nou, als je Epke bij zijn voeten pakt en je trekt hem tot voor het maximum wat ik gemeten heb aan doorbuiging en je laat hem los, dan schiet je hem af met 16 km per uur. Is dat veel? Ja, dat is in korte tijd veel. Je gaat in één keer op fietssnelheid. Maar hij komt niet ver dan, hè? Hij valt een paar meter verderop, vloekend op de mat. Maar het is behoorlijk wat. Je kunt dus veel energie in dat ding stoppen. Hoeveel vermogen is er? Nou, die schouders en heupen die leveren het meeste vermogen van Epke. De knieën doen helemaal niks. Wat dat betreft is het een rare sport. Die knieën worden ook vaak recht gehouden. Er zit zo'n malle broek omheen. En dat moet allemaal maar mooi zijn. Dat is een soort Oost-Duitse gevoel voor esthetiek. Ik kan het niet waarderen, maar dat doet er niet toe. Het is wel heel knap wat hij doet, hè? Zit Epke in de zaal? Nee, oké, sorry. Nou, wat nou leuk is, is dat schouders, die leveren zo'n 500 watt, zie je? En die heupen zo'n 200, 250 watt. Dat is behoorlijk wat, piekvermogen, maar niet echt superveel. Maar het is wel steeds in herhalingen. De momenten, dat wil zeggen hoeveel moeite wordt er gedaan om te roteren, die is behoorlijk. Die zijn zo'n 300 newtonmeter vanuit de schouders. Hoeveel is dat? Als u een weegschaal pakt en legt dat op tafel en u drukt met uw gestrekte arm omlaag en u kan 25 kilo drukken, thuis even proberen, dan kan u net zoveel als Epke. Ik heb het geprobeerd, ik kan dat. Ben ik dan even sterk als Epke? Nee. Ik ben niet even sterk als Epke, want hij kan het nog regelen en ik was maximaal aan het duwen. Epke moet de hele tijd net iets anders doen, dus hij mag niet maximaal zitten. En zijn spieren zijn aan het verkorten. De mijne zijn niet aan het verkorten, dus ben ik vanzelf al sterker. Een verkortende spier is zwakker. Kortom, ik ben niet zo sterk als Epke. Maar dat vermoed ik eigenlijk al. Wat voor krachten zijn er? Nou, hier zie je zijn omwenteling. Dit is de laatste omwenteling, vlak voor de afsprong. Dit is de grondreactiekracht, die is heel groot. En hier staat er een kracht op zijn handen, samen, van 4000 newton. Hoeveel is dat? Dat is een Fiat 500, oud model, zonder de banken. Nou, je moet er heel precies in zijn, als wetenschapper. Want met de banken is die zwaarder. 400 kilo. Dus een journalist vroeg aan mij, van, dat gaan wij doen op televisie. We gaan Epke zo'n Fiat op laten tillen. Dat lijkt ons wel cool voor een leuk programma of zo. En toen zei ik, dat kan Epke niet. Hij kan de kracht weerstaan. 1/10 seconde lang. Dat is wat anders dan dat hij hem maakt met verkortende spieren. Dat is iets heel anders. Dus zo sterk is hij niet. Maar dit is wel een gigantische kracht. Heel kortdurend. Vergeet niet, dat zit gewoon aan die vingers, hè. Biologisch materiaal is fantastisch, echt waar. Pezen, spieren, heel bijzonder. Laten we eens naar de sturing kijken, hoe doet hij dit eigenlijk? Nou, daarvoor moeten we naar de groentewinkel. Een prei. Tot niet zo lang geleden dachten we dat dynamica werkte zoals een prei. Wij dachten dat als je begon in een bepaalde startconditie, dat je dan ergens uitkwam. En als je dan net iets anders begon, dan kwam je ongeveer zo uit. Dus als je een slingerbeweging maakt met de voeten zo, en je wacht even, kom je zo uit. Doe je je voeten ietsje anders, dan kom je ook ongeveer zo uit. Dat blijkt niet zo te zijn. Het is broccoli. Het is broccoli, als je een klein foutje maakt aan het begin, dan kan je heel anders uitkomen. En dat komt door die koppeling van al die segmenten. Dit is een heel groot probleem voor de aansturing van ons lichaam. Daar hebben we elke dag mee te maken en vooral vandaag. Vanwege de gladdigheid. Hoe kan je dat oplossen? Je moet meerdere broccoli's achter elkaar hangen. Want dan kun je op tijd, als je uitwijkt, kan je weer bijtrekken en weer bijtrekken. En dan kom je toch nog redelijk uit. Dus de reden dat wij niet de hele tijd vallen, is dat we fouten maken, maar daarna weer corrigeren en weer corrigeren. En dat doen we met een tijdswindow van bijna een seconde of zo. En Epke die doet dat ook bij zwaaibewegingen. Je ziet hem hier. Hij kijkt hier dwars door de fotograaf heen. Hè? Dat is fantastisch. Hij kijkt echt door die man heen, dat zie je. Hij ziet hem niet eens staan. Dat komt omdat hij al heel druk bezig is.
Hij kijkt namelijk in de toekomst. Hij kijkt 1,7 seconden vooruit. Dat moet hij kunnen om die broccoli te overzien. En hoe goed gaat dat dan? Nou, dit is Londen, dat is Gent. En deze filmpjes kunt u zelf op YouTube vinden en ook naast elkaar zetten. Dan kan u zien dat ik niet sjoemel. Hij doet hier precies dezelfde vluchtelementen in Londen en in Gent. En dat gaat tot op het beeldje hetzelfde. Ik bedoel, hoezo broccoli? Hij heeft het heel erg goed in de knuisten. Dat gaat heel erg goed. En Epke wist dat zelf niet, hè? Dat zo... Want hij zei tegen me, in Gent voelde het zo anders. Maar een topsporters gevoel kan hem ook bedriegen. En zelfs je kapsel kan hetzelfde gaan zitten. Londen, Maribor, hetzelfde jaar. Dit is hetzelfde moment van de afsprong. Die armen staan asymmetrisch om die schroef goed in te zetten. Zijn duim en zijn pink staan hetzelfde. En die malle broek ook. En dan die knie, die staat een heel klein beetje in, zie je? Dat is ongelooflijk. En dat komt natuurlijk door dat eindeloze poetsen. Maar dat is dus eigenlijk een deel van het verhaal. Je moet het heel erg oefenen, dat kun je wel voorstellen. Maar het tweede is, je moet de hele tijd onverwachte foutjes wegwerken. En daar zit een groot talent bij Epke. Dat doet hij met zijn brein. In het brein zitten verschillende delen. Dit is de voorkant, hier zit je neus zo. En er is een premotorcortex, die zit hier. Een primaire motorcortex, die zit daar. En inferieure parietale cortex. En die delen, die zijn voor de voorbereiding van een beweging, de uitvoering en de voorspelling van de nabije toekomst. Dus hier is Epke waarzegger, maar u ook. Als u op de fiets zit en u ziet mensen naderen, dan bent u aan het voorspellen wat er straks gebeurt. En op basis daarvan voert u een actie uit. En dat gaat helemaal vanzelf. Daar gebruikt u dit deel voor. Als u een beweging gaat maken, dan bereidt u hem daarvoor en hier voert u hem uit. En die delen werken allemaal mooi samen. En hier, in de frontale cortex, daar krijg je soms eens een melding. Zo van, het gaat lekker zo. Of, hé, je ligt op de grond, wist je dat? Dat kan, hè? Je valt soms en dan denk je, wat was dat? En dan begint dit deel begint een beetje mee te doen. Terwijl ondertussen heb je van alles gedaan om je polsen te breken of niet te breken. Er is iets raars met het brein aan de hand. En dat is dat het uitvoeren van een beweging of het voorstellen lijkt voor het brein bijna hetzelfde. Dus als je je voorstelt dat je iets doet, dan is dat bijna hetzelfde als het doen. Het enige wat je niet doet is het bewegen zelf. En dat is een heel belangrijk inzicht wat een tijdje geleden ontstaan is. En het leuke is dat goede sporters er al lang gebruik van maken. Kijk. Dit is Epke voor de oefening en dit is Epke tijdens de oefening. En je ziet hem hoofdbewegingen maken en sluitbewegingen van zijn lippen in het tempo van deze oefening. Dus hij is het zich niet alleen aan het voorstellen, hij doet het ook precies op tijd. Die cellen die bedoeld zijn om het uit te voeren, draaien precies op tijd als hij het zich voorstelt. En dit helpt hem dus om straks het goed te doen. Hij kijkt bewust omlaag. Hij kijkt niet naar de andere sporters. Want hij moet dit straks heel precies kunnen. Dus dat voorstellingsvermogen, dat is heel belangrijk. En dat gebruikt hij hier ook. Maar soms werkt het ook bij andere sporters. Dit is zijn tegenstander, die is mee aan het bewegen. Zie je dat? En hij springt op het moment dat het hem lukt. Er staat hier een kampioen 3 vluchtelementen te doen. En zijn tegenstander, Davies, de Amerikaan, die is enthousiast dat het hem lukt. Dat is je tegenstander. Ik vind dat mooi. Dat zit goed in elkaar, die sport. Ik zal het nog 1 keer laten zien. Ik vind het zo mooi. Kijk, daar gaat hij. Hup. Hup. Hij is eigenlijk mee aan het doen. Ja, hij heeft het gehaald. Ik vind dat echt heel erg mooi. Ik vind dat echt heel erg mooi. En dat brein, dat brengt mensen ook in verschillende toestanden. Kijk, dit is de sociale, aardige Epke, waar de blauwe zaal een tijdje geleden vol van liep van jonge vrouwen. 90% waren jonge vrouwen die zich het allermooiste hadden aangekleed. En die kwamen kijken naar Epke. Dat is Epke. Maar dit is de killer Epke. En dat moet je ook kunnen. En toch ging het bijna mis, hè? Goodness, I mean, this is just one after the next. Let op.
Hier. Ik zal het beter laten zien. Hij zit hier zwaar onder de stok. Hij komt hier met zijn polsband tegenaan. En ja, dat is lastig, want dan kan je vallen. Er is een deel in het brein, dat heet de cortex cingularis anterior. Dat gaat heel hard vuren. En dat wordt daarom ook wel het oh shit centrum genoemd. U kent het wel, als die haartjes bij u overeind gaan. Er gaat bijna iets mis, dat is het oh shit centrum. En dat vuurt heel hard, en dat noopt tot actie. Hier, je ziet hem hier staren. Vergeet niet, hij komt hier uit de lucht. Heeft net een rotatie gemaakt. Op het laatste moment ziet hij de stok. Het zit er natuurlijk goed ingeslepen, maar hij ziet dat het hier fout gaat. En hij moet dus ter plekke een oplossing bedenken. Nou ja, bedenken. Nadenken is geen tijd voor. Doen. En dat helpt ook. Hij doet iets. Achteraf, ik heb hem gesproken, zei hij, ik greep geloof ik 2 keer. Dus die frontale cortex, die krijgt eigenlijk een heel foute melding, terwijl de rest het heel goed doet. Want dit is de perfecte oplossing. Als je je duim naar de buiten houdt, dan kan je erin vallen. Als je probeert te grijpen, dan val je ernaast. Dus je moet die duim zijwaarts houden, want dan glij je erin en dan kan je hem sluiten. En ik heb het nagekeken, elke greep die hij doet, daar zit een risicovermijdende truc in. Dus zorgen dat hij er in ieder geval niet afglijdt. En dat is het geniale van deze handhouding. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou, dit was Gent en daar greep hij hem gewoon vol aan. Het is niet zo'n goed beeld, maar daar kwam hij wel goed aan. Waarom ging het in Gent zoveel beter? Nou, ik heb het helemaal opgeschaald dankzij die stokken. En het blijkt dus dat hij in Gent een stuk hoger zat. Weet u nog die energie die omlaag ging in Londen? Dat was in Gent niet zo. Dus die energie in Londen ging omlaag, dat kost hem hoogte en daarom kwam hij verkeerd uit. Maar hij ving het op door zijn handpositie. Nou, en als je dan zo geweldig kan afspringen, zoals hij deed, als een blok, dan heb je goud. Maar dit was wel een probleem. En dit heb ik dan ook op een maandag Epke laten zien. We hebben het er niet meer over gehad. En ik zei, het zou goed kunnen zijn dat je heupmomenten iets te laag zijn geweest. Ja, je weet niet wat een sporter daarmee doet. Dat was op maandag. En op vrijdag zag ik dit op YouTube. 1, 2, 3, 4. Met het grootste gemak. Dus niet alleen doet hij die 3 veel beter, maar hij kan er zelfs 4. En dat niet alleen, hij zet het op YouTube. En hij zegt eigenlijk tegen zijn tegenstanders, jullie liggen nu 2 straten achter. Want jullie konden er maar 2 en ik 3. Ja, dat is echt ongelooflijk. En dus hoe groot is het talent van Epke? Moeilijk in te schatten. Ik vind het trouwens leuk aan dit filmpje. Ik laat het nog even zien. Kijkt u goed. Dat meisje op de achtergrond, dat is leuk. Dit meisje. Er gebeurt hier dus een klein wereldwonder. Ze is haar eigen oefening aan het doen. De coach die roept even. En zij kijkt. Ze keek heel even naar die 3. En gaat daarna verder met de oefening. Zo meid. Toch? Je moet je concentreren op wat jij doet. Hoe zie ik dat nou, de toekomst van Epke? Nou ja, Rio de Janeiro komt eraan, we weten het. Hij is nu in opleiding. Maar het is natuurlijk een heel erg groot talent. Ik denk dat als dit zo doorgaat en hij heeft de boel goed in de knuisten, dan denk ik eigenlijk dat het gaat lukken. Ik denk dat het goed komt in Rio de Janeiro. En ja, sinds hij dit gezien heeft, staat hij bekend als Broccoli Man. Ik weet niet of het voordelig is. Maar dat is natuurlijk wat hij doet. Eigenlijk, dit was de 5e sport, komt het hierop neer. Ik laat het filmpje nog een keer zien. En misschien dat u nu al meer gaat zien. Meer u zich kan voorstellen wat er gebeurt met zowel het brein als het lichaam en de omgeving. En hoe zoiets eigenlijk kan. Nou, dat doseer ik dus in het vak neuromechanica bij de opleiding bewegingswetenschappen, mocht u het willen weten. In de masterfase is dat. En ja, dit waren eigenlijk de samenvattingen. Bedankt voor de aandacht.
Bert, veel dank voor dit zeer inspirerende en uitnodigend betoog om vooral verder met de topsport te gaan. En ik vraag de zaal of er vragen zijn. Zijn er vragen? Want Solsi ligt voor de deur. Ja. En je hebt daar vast... Jan heeft een vraag. Daar is een vraag. Het viel mij op met die vergelijking van Epke Zonderland met die foto rechts, dat hij ietsje hoger ging dan met die linker. Maar je zag ook op hetzelfde moment dat die stang op de rechterfoto bijna recht was en die linker nog iets van kromming had. Zou het niet, ook niet kunnen zijn dat, dat die stok iets meer veerkracht gaf? Dat is een goede suggestie. Ik laat het nog even zien waar dat was. Deze, hè? Ja. Dus je zegt deze is meer gekromd dan deze? Ja, nu ik het zie, lekker. Ja. Nou ja, het is wel een, ik vind het wel een goede suggestie. Want het is inderdaad zo dat de stok in Londen net iets anders was dan de andere stok. Hij heeft er ook een stok over laten komen naar zijn woonplaats om daarmee te oefenen. De stijfheid is niet zoveel anders, maar zo'n turner is heel gevoelig. En er zit een heel klein verschil in. Mechanisch maakt het niet veel uit. Je hebt gewoon... 20 centimeter per 100 newton, 20 millimeter per 100 newton. Dat is gewoon een vaste stijfheid. Die is voorgeschreven en die moet getest worden. Dus ik denk niet dat daar het verschil in zit. Het is met name dat hij die aanloop naar die vluchtfase niet helemaal goed gedaan heeft in Londen. Dat is het voornamelijk. Nog meer vragen? Ik heb er twee... Het wisselen van die twee fietsen op het punt eerder, kwam dat doordat er een klein vlak vloertje was in die berg? Dankjewel voor de vraag, want dat heb ik niet goed uitgelegd. Ik heb alleen maar gezegd dat dat het beste punt was en niet waarom. Het waarom is als je in een parcours het langzaamst rijdt, dan moet je daar van fiets wisselen, want dan heb je minder tijd nodig om af te remmen en weer te versnellen. En hij komt dus net van een helling af en er was dus een vlak stukje waar die een hele lage snelheid had. En dat was net iets ongunstiger bij de volgende top. Dus dat was de reden. Bedankt voor je vraag. En ik heb nog een vraag over Epke. We zien twee keer een oefening die voor ons ogenschijnlijk hetzelfde eruit ziet. Ja. Die hij heel anders beleeft. Voelt, ja. Heeft hij uitgelegd wat het verschil is? Met name, hij noemde wat emotionele termen, zo van de spanning of het voelde niet helemaal goed. En daar kan ik niet zoveel mee, maar mechanisch was het bijna hetzelfde. Ja, de ene dag is de andere niet voor iemand. Maar, alleen als je een topsporter bent, dan kun je dat dus blijkbaar toch uitvoeren. Maar het valt me op dat het inderdaad alleen maar mechanisch is, want ik weet voor mezelf dat gedachtekracht mij een heel zwaar, een plomp lichaam doet krijgen en hetzelfde... Een lichaam kan met een totaal andere gedachtekracht licht en veerkrachtig voelen. Ja, nou ja, Epke gebruikt natuurlijk zijn voorstellingsvermogen wel. Hij is eigenlijk al aan het vliegen nog voordat hij zijn jas uitgedaan heeft. En dat is, zou je gedachtekracht kunnen noemen. Het voorstellingsvermogen is een enorme kracht om die motoriek aan te kunnen zetten op het goede moment. Ik denk niet dat het lukt om Epke op een weegschaal te zetten en dan met gedachtekracht hem 10 kilo lichter te maken. Dat gaat niet lukken. Nee, geen 10 kilo. Maar wel? Maar ik ben ervan overtuigd dat je beweging meer... Lichter kan maken, dat is zeker. Meer absoluut. Ruimte of minder absoluut, ruimte krijgen. Absoluut, ja, zeker. Dat wel. Ja. Ja, dank u wel. Dat was heel fascinerend. Ik weet niet of u ooit van het situationisme hebt gehoord. Dat is een theorie, verschillende theorieën over het gedrag in de psychologie. En dat was ontstond in de jaren 60, 70. En het idee is dat ons gedrag minder door de persoonlijkheid, maar meer door de situatie eigenlijk wordt bepaald dan wij dat vroeger dachten. Mm-hmm. En nu ik uw voortgang heb gezien, dus dat is een nieuw vakgebied van mij, ik kende dat nog niet, denk ik toch ook dat misschien de performance, de prestatie van die atleten, toch ook meer door de situatie of de hulp die ze misschien door wetenschappers krijgen, wordt bepaald dan wij dat denken als we zo naar de tv kijken. Mm-hmm. Maar toch staat aan het einde alleen maar het individu op het podium. Hoe denkt u daar eigenlijk over? Dat wij de waardering toekennen dan eigenlijk in iemand, mm-hmm. in het openbaar, maar eigenlijk hebben we heel veel andere mensen bijgedragen.
Ja, daar heb ik twee antwoorden op. Het eerste is, ik ga met u mee. Ik denk dat een sporter in een netwerk zit van mensen die helpen en meedenken en elementen. Zo'n coach is vreselijk belangrijk, maar ook zijn vader bijvoorbeeld. Al die dingen spelen een rol. Dat weet een sporter ook wel. Dus dat het feit dat die persoon het mag uitvoeren en de aandacht krijgt. Nou, iemand als Epke weet dat donders goed. Die heeft die bescheidenheid ook wel. Dus daar ga ik met u mee. Als u zegt, de wetenschap is heel erg belangrijk voor sporters, dat is niet waar. Als je toptalenten hebt, die voelen precies hoe het moet. En wij wetenschappers sukkelen erachteraan en proberen te begrijpen. De voorbeelden die ik gegeven heb, dat zijn hele kleine dingetjes. Ik denk dat als ik de analyse van Epke niet had gedaan, dat hij nog steeds kampioen zou worden in Rio de Janeiro. Dat denk ik. Maar het is wel heel erg leuk om er wat meer. Ja, eigenlijk gebruik ik dit natuurlijk als smoes om mijn studenten zover te krijgen dat ze dat vak leuk gaan vinden. Het is een heel mooie illustratie. En voor dat turnen, het is een beetje, het maakt het aardiger. Ik vond het leuk dat Epke verbaasd was over zichzelf. Dan heb ik wat bereikt. Maar om nou te zeggen dat hij zoveel beter gaat turnen, dat denk ik niet. Dus laten we dat relativeren. Dus ja, twee kanten. Aan de ene kant ja, u heeft gelijk. Aan de andere kant nee, het valt wel mee. Ondertussen had ik ook nog een vraag. Want Sochi staat voor de deur natuurlijk. En ik denk vast dat je wel afgelopen weekenden hebt zitten rekenen. Nee. Wat? Je bent... Nee? Nee. Daar had ik nou gedacht. Nee. Je gaat alles in de computer gooien. Je gaat uitrekenen wat voor tijd gaan we krijgen. Ja. Maar je hebt er wel je gedachten over. Ik heb er gedachten over. Kijk, als je het over schaatsen hebt, wat hebben we het over, ja, toch? Ja, dacht ik. Ja. Bobsleeën kon ook natuurlijk. Kan ook, ja. Er zijn heel veel spannende sporten. Als je naar dat schaatsen kijkt, dan denk ik dat er nog veel meer armslag is dan heel veel atletiekrichtingen. Omdat de cultuur van de techniek van het schaatsen verbetert, ook het ijs verbetert nog. En als je naar die progressie kijkt, dan is er steeds nog maar weer winst te halen. Met kleine watervalletjes van bijvoorbeeld overdekt rijden of een glad pak of klapschaatsen. En je ziet soms ineens een talent die gewoon echt te hard rijdt voor de tijd waarin hij rijdt. Sven is natuurlijk een ongelooflijk talent. Dat wel. Het kan nog een hele tijd doorgaan. Maar waar dat strand voor de 10 kilometer, en dat is je vraag eigenlijk, ik weet het niet. Voor de 100 meter atletiek weet ik het wel ongeveer. En dat heeft puur te maken met het feit dat botten een zekere sterkte hebben, spieren hebben een zekere sterkte, mensen hebben die en die verhouding en daar kan je het mee uitrekenen. Maar schaatsen, ik brand mijn handen daar niet aan. Waar dat strand? Spijt me. Jammer. Was er nog een vraag? Ik heb een vraag over het wielrennen. Zijn er nu buitenlandse wielrenploegen bijvoorbeeld die ook graag gebruik willen maken hiervan? Of andersom, zijn er in het buitenland ook Bert Ottens? Gelukkig zijn er geen Bert Otters in het buitenland. Nee, dat is een hele moeilijke vraag. Nou, er zijn hele goede, fantastische wetenschappers die ook van alles doen. Dit model is uniek in de combinatie van de mogelijkheden. Dat is er nog niet eerder geweest. Dat is een deel van het antwoord op de vraag. Het tweede is, ja, er zijn ploegen die dit heel graag willen gebruiken. Een derde is, ik kan mijn eigen belastingformulier niet eens goed invullen. Laat staan een contract regelen met een team. Ik wil er niet eens over weten. Dus laat andere mensen dat maar regelen of ze daar, hoe ze dat gaan doen. Maar die kennis wil ik heel graag openstellen. Ik ben er nu ook helder over welke factoren zitten erin. En eigenlijk als je heel goed op zou letten en je kan een beetje programmeren, dan kun je het ook, zeg maar. Ja, dus zo, ik ben meestal heel erg open in die dingen, maar ja, de universiteit wil graag ook inkomsten hebben. En nou, doe maar. Ik vind dat wel best. Ja. Ja. Er is daar een vraag. U heeft het in uw verhaal heel vaak over het woord talent. En een paar jaar geleden al is wat stukken geweest dat talent misschien helemaal niet bestaat. Maar dat het meer is dat mensen meer gefocust zijn, harder durven te trainen en langer op door blijven gaan. Dus het verhaal talent, dat heel moeilijk tastbaar is wat het nou werkelijk is. Of het überhaupt wel bestaat. Ja. Hoe denkt u daarover? Nou ja, die elementen van ik ben bereid om harder te trainen of ik heb een visie, is een deel van talent. Ik heb Chris Whitty geïnterviewd, de grote schaatster. En Christy vertelde mij, toen ik 9 was, waren we al bij de boerderij een podiumpje aanbouwen met 1, 2 en 3. En we draaiden op de geluidsinstallatie het Amerikaanse volkslied. En dan waren wij kampioen geworden. Zo vroeg begint het.
En dus dat zit er gewoon in. En ik denk dat als je grote talenten bekijkt, Epke hetzelfde, al heel vroeg ermee bezig. En ik denk dat dat erbij hoort. De bereidheid om heel hard te werken hoort er misschien ook bij. En ik wil daar niet heel erg deterministisch over doen. Zo van, je hebt nou eenmaal wat je hebt. Daar is wel wat aan te doen. Maar je hebt grenzen. Hè? Dus maximale spierkrachten, er zitten grenzen aan. Coördinatie wordt voor een deel meegegeven. En de een is gewoon onhandig en draait altijd schroeven kapot in de muur. En de ander weet dat gelijk goed te doen. Dus zo ligt het nu eenmaal. Talent doen wij veel onderzoek naar, wat dat precies is, welke componenten daarin zitten. En ik kan dan verwijzen naar het werk van Marije Gemser bij ons. Zoek dat eens op. Dat zijn mooie dingen die ze gedaan heeft. Ik heb zelf wat meer met zwemmen als sport. Ja. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dit ook in zwemmen toe te passen is of dat u daar al wat in gedaan heeft. Ja, er wordt onderzoek aan zwemmen gedaan, dat is al vrij oud. Mark Spitz was eigenlijk de grote aanleiding ooit om goed naar het zwemmen te kijken. En toen zijn er ook de eerste onderwaterbeelden gekomen en toen bleek dat hij anders zwom dan we dachten dat zwemmen gebeurt. De techniek is heel hard gegaan. In China zijn de dames zijn nu zo jong die heel hard kunnen zwemmen. Onder andere omdat ze zichzelf zo goed terug kunnen zien wat er precies onder water gebeurt. En dat is een grote winst voor de wat oudere dames die groeifase niet mee hebben gemaakt met mooie technieken. De hydrodynamica van het menselijk lichaam is heel moeilijk, maar er zijn redelijke computersimulaties wat er gebeurt als je je handen op een bepaalde manier houdt en wat voor beweging maakt. Dus ja, je kan die analyse voor zwemmen ook doen. Het punt is steeds van waar komt de mankracht vandaan, waar komt het geld vandaan en waar doe je het voor? Papers en misschien die zwemsport interessanter maken. Oneerlijke concurrentie voel ik nooit zo erg voor. Ik zou leuk zijn als iemand iets ontdekt hoe je iemand harder kan laten zwemmen om dat dan ook gelijk te verdelen. En net als de klapschaats, dat is toen heel vervelend geweest. Ik zat tenenkrommend te kijken dat er goud gewonnen werd met een klapschaats, terwijl de anderen gewone schaatsen reden. Ben je dan een kampioen of heb je een klein voordeel gehad technisch? Dus het blijft een lastig punt. Maar ik vind zwemmen, ik heb het nooit tijd in gestopt, maar er zijn hele goede analyses van. Ik moet uw vak nog volgen. Dus. Oké. Dan is hier nog een laatste vraag. Ja? Achter. Ik ben heel benieuwd in hoeverre voeding van belang is op de uiterste bereik van het grens. Ja. Nou, we weten steeds meer van voeding. Ik ben daar geen specialist in. Ik kan er niet zoveel over vertellen. Maar het zal duidelijk zijn dat wat je eet natuurlijk van invloed is op je lichaam. De bouw van je spieren, je bloedsamenstelling, et cetera. Dus als je dat niet optimaal doet, komt er niet het beste uit. Die kennis is vrij goed ontwikkeld. En het geldt natuurlijk ook voor de werking van je brein. En hoe voel je? Is dat nog aan het ontwikkelen? Dus laat ik zeggen, nu heb je dat raw food. Dat je daardoor weer misschien een ander soort sporter krijgt dan de vleesetende sporter? Ik krijg de indruk dat het beste wel geweest is. Dat de meeste kennis er al wel is over voedsel en het gebruik ervan. En dat je nu met name in de recreatieve wereld heel veel hypes krijgt. Dus de ene jaar hoor je, je moet dit eten, het andere jaar moet je dat eten. En het is allemaal zaligmakend. En dat is logisch, want mensen proberen zich vast te houden aan duidelijke dogma's en zaken, zodat ze in ieder geval iets hebben. Ik vind het niet zo verstandig. Ik denk dat je beter de bestaande kennis kan gebruiken en kijken wat er dan gebeurt. Een van de leuke dingen die bijvoorbeeld de Belkin Team doet, dat is mensen 's morgens heel hard laten fietsen. Dan 's middags een lunch geven zonder koolhydraten of suiker, wat helemaal niks. En dan 's middags weer hard laten fietsen. En die mannen worden heel kwaad. Want die voelen zich zo slecht. Die voelen zich zo slecht en het is heel zwaar. En waarom doet Belkin dat? Als je dat doet, dan moet je lichaam moet iets anders. Want er moet nog steeds hard gefietst worden. En niet met de inname van koolhydraten. En als je dan dus in een wedstrijd zit en je moet heel hard rijden en je aanvoer is op, dan kan je doordat je dat geleerd hebt toch nog hard fietsen. En het blijkt te kloppen.
Nou, dat is fantastisch, dat je dat ontdekt. Nee, je rijdt niet op woede. Je rijdt op het feit dat je lichaam geleerd heeft in schaarste toch nog met je lever energie in je bloed te zetten wat naar je spieren gaat, zodat je hard kan fietsen. Het is puur de training van je metabolisme. Maar waarom zou je iemand pesten op schaarste? Waarom zou je iemand pesten op schaarste? Dat is een hele goede vraag. Met de grens overgeschreven van woede en dan te. Dit is geen woede, hoor. Deze fietsers zijn heel erg onder controle. Die weten precies waar ze mee bezig zijn. Ze zijn niet kwaad. Ze zijn alleen maar kwaad tijdens die training. Maar in de wedstrijd zijn ze niet kwaad. Dan zijn ze blij dat ze dit gedaan hebben. Ja, ik vraag het me ook wel eens af. We hebben Sven pas op televisie gezien dat hij eindeloos krachttraining doet en zichzelf vervloekt. Ja, waar doe je het voor? Om dus die top te halen. Ja. Dat is bij alle sporten zo. Nou. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik zit hier nou toch. jullie meten krachten, ja. Snelheden. Mm-hmm. Het woord kracht wordt heel veel gebruikt. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar een 100 meter sprint bijvoorbeeld, mm-hmm. Werken spieren samen. Ik vraag me altijd af, als we de piek bereikt hebben voor wat betreft de kracht die een sporter kan leveren, is mm-hmm. er dan nog iets te halen uit juist ontspanning? Zeg maar het minder remmen van bewegen door efficiënter te bewegen. En kun je daar onderzoek op loslaten? We zien pieken, maar eigenlijk zie je de dalen niet. En ik kan me voorstellen dat remmers van bewegingen een enorme invloed hebben op de prestatie. Ja, helemaal gelijk. En daar zit een groot deel van talent. Ik heb highspeed opnames gemaakt van heel veel hardlopers. En je ziet dat sommigen gewoon niet handig bezig zijn. Bijvoorbeeld als je je voet niet hoog optilt, dan moet je nogal wat massa rond je heup naar voren versnellen. Dat kost veel moeite. Als je je voet verkeerd neerzet, dan wordt je lichaam afgeremd. Dat wordt hij sowieso, hoor, maar veel meer afgeremd dan nodig. En dus je moet hem wel op de goede plek neerzetten. Dus die techniek. En je ziet met name bij de Oost-Afrikanen, zie je die techniek zo ongelooflijk makkelijk langskomen hier over de Herenbrug. Dat is ongelooflijk. Dat stuitert maar door en daar zit het grote talent. Dus die spieren zijn niet zo fantastisch, maar het is ook die techniek. Ja, inderdaad. We kijken niet alleen naar maximaal kracht. Eigenlijk is maximale kracht helemaal niet zo interessant. Het gaat om coördinatie vooral. Ja. Bert, dan zijn we nu echt gekomen aan het einde van dit topcollege over topsport. Daarvoor willen we je heel graag bedanken. Luid applaus daarvoor. Dank je.